Van harte welkom bij Drimmelen Actueel, de wekelijkse nieuwsrubriek van Omroep Drimmelen. Iedere week brengen wij u korte nieuwsitems van lopende activiteiten van en voor Drimmelen en omgeving. Op 2 oktober start in de huiskamer van Surplu de cursus Doe meer met je digid. Er zijn vandaag de dag legio situaties waarbij het gebruik van het digid programma onmisbaar is. Maar wat houdt dit programma eigenlijk in? Waarvoor heb je het nodig? Denk bijvoorbeeld aan allerlei aanvragen of mededelingen van je gemeente of de fiscus. Het doorgeven van een verhuizing. Het aanvragen van zorg of het zoeken naar werk. In vier bijeenkomsten van ieder twee uur word je wegwijs gemaakt en leer je te werken met DigiD. Alle situaties die het gebruik van deze app vereisen komen aan de orde. Basiskennis van computers of het gebruik van internet is niet noodzakelijk. De cursus wordt in groepen van maximaal 8 personen gegeven door bekwame cursusleiders op de woensdagen 2, 9, 16 en 23 oktober. De kosten van de cursus zijn 15 euro en dat is inclusief het cursusboek en natuurlijk een lekker kopje koffie of thee. De gemeente Dremelen doet indien gevraagd gratis in uw woning een zogenaamde lekcheck. Tocht in een huis is vaak de oorzaak van grote verspilling van energie. Zelfs de kleinste openingen kunnen al een grote invloed hebben op uw energieverbruik. Denk bijvoorbeeld aan kleine naden tussen de muur en het dak. Niet goed sluitende ramen of deuren. Hierlangs kan eenvoudig koude lucht makkelijk uw verwarmde huis binnenkomen. Het gaat hierbij buiten het geld besparen, zeker ook over het zorgen voor een betere woning. De lekcheckers maken gebruik van krachtige blowers om de eventuele tocht duidelijk aan te tonen. U ontvangt na afloop een eindrapport met daarin een aantal adviezen om verder energieverlies te voorkomen. U kunt zich gratis aanmelden voor zo'n test via lekcheckapenstaartjedrimmelen.nl. Onze aankopen betalen is in 2024 compleet anders dan pakweg 25 jaar geleden. Deden we dat toen nog grotendeels met gewoon munt en papiergeld. Vandaag de dag verdwijnt dat contant geld razendsnel uit de samenleving. Wij kennen nu eigenlijk nog maar digitaal geld en dat ouderwetse munt en papiergeld dat kent de jeugd al bijna niet meer. Die denkt in tikjes of idealbetalingen. Zelfs met je telefoon of horloge kun je op steeds meer plaatsen terecht, makkelijk en snel. Muntgeld is zwaar en ongemakkelijk in je portemonnee en verdwijnt daardoor vaak in spaarpotten of speciale geldkistjes. Erg makkelijk voor het geven aan collecties aan de deur, in de kerk of als gift aan daklozen. Maar door dit oppotten verdwijnt er zoveel muntgeld dat er zelfs een tekort aan het ontstaan is. Er komt ongetwijfeld een dag waarop contant geld alleen nog in musea wordt bewaard, als herinnering voor de oudere generaties. Stichting Ambulance Wens Nederland is een groep van 270 medisch geschoolde vrijwilligers, die dagelijks gratis laatste wensen vervullen van immobiele terminale patiënten. Dit doet de stichting met behulp van speciaal daarvoor ontwikkelde ambulances. Hoe vervullen ze een wensvraag? Nou, door middel van een intakeformulier waarop u uw wensen hebt kenbaar gemaakt, nemen ze contact met u op. Dit formulier kunt u op de website invullen. Zodra de speciale wensen bekend zijn, wordt er vaak binnen een uur al contact met de aanvrager opgenomen. Er zijn drie type wensen. De spoedwens, dat zijn wensen die op de dag dat ze binnenkomen nog uitgevoerd moeten worden. De reguliere wens. Vaak kunnen dat soort wensen binnen 1 à 2 dagen na de aanvraag al vervuld worden. De buitenlandse wens. Maximaal 3 à 4 dagen per wens, inclusief de reisdagen. En alle wensen worden gratis ingevuld. De stichting betaalt alle kosten. Vergeet bij uw aanvraag niet uw telefoonnummer te vermelden. En voor vragen kunt u bellen op 085 -44, 44 288 Waar zijn toch die gezellige, grazende schapen op de kleine schans in Ter Heide gebleven? De landelijke sfeer is er een stuk minder geworden. Het bedrijf, dat die schapen daar niet lopen, is daar helaas mee moeten stoppen. Er is zich gezocht naar een ander bedrijf, maar dat is tot op heden nog niet gevonden. De grond rond de kleine schans is best drassig. Daardoor kan het niet met zware landbouwmachines bewerkt worden. Momenteel staat alles prachtig in bloei. De vele insecten die er vrolijk rondvliegen, zijn er nu nog zeer tevreden mee. Met de naderende herfst zal het hele terrein echter lelijk vervuilen. Het steeds hoger wordende gras verdort en zal gaan rotten. Geen mooi gezicht. Onze hoop ligt bij de gemeente. Zodra er woningen worden gebouwd in nieuwe plannen, zijn er nieuwe straatnamen nodig. Dit geldt ook voor het plan Made-Oost, de Dorsvlegel en de Ploegstraat. Die worden verlengd en daartussen komen nieuwe straten. Ook in Ter Heide, voor het plan Munnikenhof is een nieuwe straatnaam nodig als er gebouwd gaat worden. De gemeente vindt het belangrijk u hierbij te betrekken. Hebt u een idee voor een nieuwe straatnaam? Geef dit dan aan ons door. De straatnaamcommissie bekijkt met de BAG, dat staat voor basisregistratie, adressen en gebouwen, alle mogelijkheden. En deze commissie geeft advies aan het college van burgemeester en wethouders over de nieuwe straatnaam. En uiteindelijk beslist het college welke naam het wordt. Hebt u misschien een idee voor een straatnaam of nog vragen hierover? Mail die dan naar bagbeheerderapenstaartje-drimmelen.nl. Zij zijn er blij mee. Er was de afgelopen periode veel te doen in onze gemeente. En natuurlijk was omroep Drimmelen daarbij in de buurt. Wilt u met ons meekijken? Blijf dan vooral ingeschakeld op ons kanaal. Kent u ook een initiatief in onze gemeente dat bijdraagt aan samenhang en betrokkenheid wat meer aandacht verdient? Laat het ons weten via een mail aan publicatie Omroep Drimmelen. Tot volgende week.